Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze video waarin ik voor het eerst The Sims 4 Landelijk Leven ga uittesten. Deze video is in samenwerking met EA en ik heb echt oprecht zoveel zin om dit hele pakket te gaan ontdekken. Zoals je ziet heb ik hier al een heel schattige cottage en ik heb ook al mezelf gemaakt helemaal in landelijke stijl. En de jongen waarmee ik sta te praten dat is Myron, dat is mijn vriend in het echt. En ik hoop dat jullie zin hebben in deze video. Doe alvast een duimpje omhoog als je dat hebt en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ga niet zomaar vandaag alleen maar dit pakket uittesten, want speciaal om te vieren dat The Sims 4 Landelijk Leven nu uit is, heb ik in het echt ook een dag landelijk geleefd. En ben ik samen met Myron gaan slapen in een super schattig huisje. Dit is mijn huisje in The Sims. Het is echt super schattig en klein in het bos. En hier wil je gewoon naartoe. Dit is gewoon echt super cute. Ik ga het even van binnen laten zien. Kijk, het is helemaal van hout. Het is echt super landelijk. De keuken ook. Hier heb je de eettafel met borduursels op de muur. Dat is natuurlijk nieuw in dit pakket. Je kan nu namelijk borduren, dus dit soort dingetjes kan je ook zelf maken. En dit is de super schattige woonkamer, zitgedeelte. En dan hebben we natuurlijk de badkamer, die ik ook echt super leuk eruit vind zien. En als we dan naar boven gaan, ja, daar is het echt heel erg klein. Het is echt een mini zoldertje, maar daar slapen we dus met ook een kledingkast. En weer helemaal schattig in landelijke stijl. Dit is trouwens mijn cottage outfit en natuurlijk heb ik in het echt deze outfit zo goed mogelijk nagemaakt. En dan nu natuurlijk het huisje waar ik in het echt verbleef. We zijn in het echt aangekomen bij onze super schattige cottage. Moet je kijken. Het is dus een houten huisje en we zitten op een soort boerderij. Hier hebben we hele leuke picknicktafels, hangmatten. Daar is Myron. Die heeft het in zijn oog. Paardjes! We hebben natuurlijk ook paarden bij ons huisje. De deur is open. Oeh! Oh, het ruikt echt helemaal naar hout. Door de muren en zo. Oh, maar dit is wel schattig. Oké, maar de rest van het huisje. We hebben ook boven. Tada! Het is hier best wel schattig, toch? Jij stoot. Ja, nee, ik kan net staan. Kijk. Ja, ik red het net. Ja, misschien hier een hoekje. Ja. Nou, daar niet meer. Hier is het huisje. Dit is ons verblijf. Dus wij gaan hier, net als mijn sim, leven. Landelijk leven. In deze schattige cottage. Oké, maar we hebben hier verder ook natuurlijk nog een tuin. Hier hebben we een super schattige tafel met ook een picknickmand, want je kan nu dus picknicken. Hierachter hebben we nog een soort zwemvijver, want er zit ook een trappetje in. Oh, Myron gaat er nu in. Oh my god, wat doet hij voor zwembroek aan? Hij heeft een speedo aan. Nou, ik had de rest van de kleding niet aangepast, alleen de alledaagse outfit. Maar goed. En hier, ik loop er even naartoe, hier hebben we het kippenhok. Nou, er zit nu nog niks in, maar als we er dan op klikken, dan kunnen we kippen kopen. En dat gaan we natuurlijk eventjes doen. Oh my god, je kan ook kuikentjes in een mini haan kopen. Nou, dat is toch geweldig. Oké, maar ik wil denk ik een zwarte haan, een bruine kip en dan wil ik ook twee van die schattige babytjes. Zo, en komen ze er nu gelijk aan? Oh, daar komen ze! Ah, kijk nou! Oh my god! Daar gaat het babytje. Nou, dit is toch geweldig. Die kip loopt hier ook gewoon echt zo door de tuin te scharrelen. Nou ja, het is wel echt zoals het in het echt ook gaat. Mijn buren hebben kippen. Dus die hebben ook zo'n kiphok. En daar lopen de kippen ook altijd zo door de tuin heen. Nou, maar dit is toch geweldig. En de haan ook. De haan is echt super mooi. Oké, en als ik er nu naartoe ga. Oh, ik kan hem een lekkernij geven. Oh, die moet ik zeker eerst maken. Of kopen natuurlijk. Herinneren aan dinosaurusafkomst. Okay. Zo, Myron heeft gelijk fitnessniveau 2 door dat zwemmen in die vijver. Maar ik heb dus helemaal een soort mini boerderij hiervan gemaakt. Gewoon op locatie. En nou, we doen even die speedo weg hoor. Want dat kan natuurlijk niet. We doen even gewoon normale kleding aan. En dit is dus een dierenstal. En hier kan je ook iets in doen. Dan kan je ook een dier kopen. Je kan kiezen voor een lama of een koe. Nou, in het echt verbleef ik dus ook op een boerderij. En ze hadden daar geen koeien, maar wel paarden. Nou ja, nu kan ik hier geen paard kopen. Maar lama komt er dan nog soort van in de buurt, denk ik. Wil ik dan een beige lama of een witte lama? Ja, dat maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Ik neem wel een witte lama. Zo. Als het goed is, komt mijn lama er nu aan. Oh, kijk, daar is hij. Dit is toch geweldig. Ik weet ook dat zoveel mensen zo graag een boerderijpakket wilden. En het is er nu. Zal ik eventjes de bruine kip voeren. Wat voor eten krijgt hij nu dan? Oh, hij krijgt gewoon een hoop kippenvoer. Letterlijk. Een soort mais is het, denk ik, of zo. De haan komt er ook al aan. Dan zullen de kuikentjes straks ook al komen. En daar loopt mijn lama! Gezellig doen witte lama aaien. Nou, ik weet niet waarom die nou weer in mijn plantenbak staat, maar goed. Oh, Myron, die gaat de lama eventjes aaien. Hij zit altijd met zoveel kip op. Ik weet niet wat hij daar te zoeken heeft, maar... Oh, we hebben bezoek! Een wild konijn! Oh my god, favoriete cadeau onbekend. Leeftijd jong volwassenen, niet aan het helpen met tuinieren. Een wild konijn hebben we gewoon.
ik ga het wild konijn aaien. Ik weet niet of dat zo'n slim idee is, want misschien wil het konijn het helemaal niet. Oeh! Oh nee, dat konijntje is niet echt heel erg lief. Oké, dat konijn laat ik dan maar met rust. Ik ga dan de witte lama maar eventjes voeren. Ik ben benieuwd wat voor voer hij krijgt. Oh, hij krijgt gewoon iets uit de hand. Oké, nou, ik heb in het echt probeerde ik ook de paarden te voeren, maar dat ging niet helemaal volgens plan. Hoe roep je een paard? Paard, eten. Hola! Misschien is het Mexicaans paard. Hola, paardo. Wat is paard Mexicaans? Nou, dit paard vindt appels niet lekker. Ja, hij komt naar me toe. Ja, dan gaat hij me aanvallen. Oké, maar ik ga in de Sims eventjes wat lekkers maken, zodat ik dat dadelijk mee kan nemen in mijn picknickmand. En dan kunnen we buiten gezellig picknicken, want dat is ook wel gezellig. En er zijn ook nieuwe recepten, dus als het goed is. Wat je nu onder andere ook kan doen, is inblikken. En dan kan je dus eten inblikken, zoals jam, tomatensaus, champignonconserve en vleesvervanger. Ik denk dat het dan super lang goed blijft, want dit soort dingen blijven in het echt ook altijd super lang goed als het ingeblikt is. Dus dat is heel leuk, maar dan moet je dat wel eerst maken natuurlijk. En we gaan eens even kijken. Je hebt nu melkbrood, wat nieuw is. Je hebt ook lactosevrij melkbrood. Want je hebt nu dus ook een eigenschap waardoor je jezelf lactose-intolerantie kan geven. Dus stel je kan niet tegen lactose en dan kan je niet tegen melk en dat soort dingen. Nou, dan heb je nu dus ook lactosevrij melkbrood. Yorkshire pudding heb je ook weer lactosevrij. En zo zijn er natuurlijk nogal meer dingen. Ik ga gewoon melkbrood maken. Dat klinkt eigenlijk wel lekker. Ik heb er ook wel zin in. En verder nog in onze tuin. We hebben hier ook twee hele schattige fietsen staan. Daar kunnen we straks ook nog eventjes op crossen als we zouden willen. We hebben ook een bijenkast staan. En we hebben hier een hot tub staan. Nou, ik vond hem sowieso wel leuk. Gewoon bij het geheel passen. Maar in het echt op de boerderij hadden we dus ook een hot tub. Hier hebben we onze hot tub. Nou, vind ik toch spannend. We hebben daar hout bij gekregen. Echt houtkacheltje. Nou, landelijker krijg je het niet. Oh my god. Oh, het is nu nog koud. Misschien moeten we hem alvast aanzetten. Nou, we gaan nu alvast de hot tub opwarmen, want het duurt nog wel eventjes. We zijn ons vuurtje aan het stoken hoor. Oh nee, hij gaat uit. Oh nee. Ja, ik denk dat het nu wel redelijk de goede kant op gaat. Nou, het vuur gaat aan. Hij is dicht. Er komt al rook uit de schoorsteen. Dus het moet vast de goede kant op gaan zo. Ja, ik hoop het wel. Oh, ik ben al klaar met mijn melkbrood, joh. Oké, dat ging echt super snel. Nou ja, dan ga ik het maar gewoon in de mand doen. Ik kan nu eten inpakken, het melkbrood. Je kan dus ook dit allemaal meenemen naar bijvoorbeeld het park en het daarop eten. Dat is natuurlijk ook super gezellig. Maar ik ga het gewoon lekker hier inpakken en dan kunnen we ook gewoon hier eten. Nou, Myron, kom er even bij. Dan gaan we gewoon de picknick uitstallen. Kijk eens aan. Oh, nou, dat is mijn brood weer. We gaan even een portie pakken. Myron gaat even een portie pakken. En dan gaan we gewoon eventjes gezellig zo hier picknicken. En in het echt hebben we uiteraard ook gepicknickt. Oh, Myron heeft het alweer op. Nou, dat was super snel. Ja, het was ook maar één sneetje brood dat we natuurlijk hebben gegeten. Nou, dit brood doe ik dan maar even terug in de koelkast. Dan kunnen we het natuurlijk nog bewaren. Oh, wat is er nou met die haan? Oh, ik heb helemaal nog niet zo'n goede band met die haan. En de aandacht is oké. Moet ik dan eventjes gezellig met hem doen? Met zwarte haan spelen. Oké, ik ben heel benieuwd hoe we gaan spelen met een haan. Oh, ik doe mijn ogen dicht. Oh, alsof het een kind is, doe ik. Vindt die haan het leuk? Of heeft hij echt zoiets van, wat doe jij? Oh, hij vindt het helemaal niet leuk. Nou, de haan mag me niet. Het gaat wel lekker. Misschien mag deze mini haan me wel. Ik ga wel eventjes met de mini haan spelen. Oh, kijk nou. Er komt nog een konijn. Ik kom ineens gewoon naar boven gekropen. Nou ja, zegt, het is echt een hele beestbende hier, joh. Wel heel leuk. Alleen een beetje jammer dat die konijnen zo gemeen zijn. Want hij was net helemaal niet lief. Wat ik nu wel graag even wil proberen is borduren. Dat kan je nu namelijk doen. Ik doe een klein borduurraam. Oh kijk, je kan een regenboog maken, vormen of poppetjes. Oh, je kan er ook lamawol voor gebruiken. Oké, dat is wel grappig. Ik ga denk ik voor een regenboog. Oh, nou daar ga ik hoor. Ik ben aan het borduren met de naald. Nou, en hier in de Sims ziet het er allemaal nog best wel redelijk uit hoe ik dat doe. Maar ik heb dit dus ook in het echt geprobeerd. Nou, en dat was toch wel een iets minder succes, moet ik zeggen. Oh, nou hier gaat het ook niet helemaal goed nu. En ik wil dus net als mijn Sim ook gaan borduren. Ik heb hier een borduurset met zo'n rondje
En ja, hier de borduur spullen. Ja, ik heb dit dus nog nooit gedaan. Dus dit gaat natuurlijk gegarandeerd fout. Maar ik ga het gewoon even proberen. Oké, ik moet eerst dat papier zeg maar even er tussen krijgen. Zo. Oké, nu zit het dus helemaal in het rondje. Nou, ik ben begonnen. Ik heb het draadje door mijn naald heen gehaald. En dit moet ik nu zo gaan borduren. Ik dacht dat het wel makkelijk zou zijn. En dat ik wel heel zo'n ding even in elkaar zou flansen. Maar ik ben al een half uur bezig en ik heb dit. Dus het is ook mijn eerste keer dat ik dit doe. Dus ja, mijn Sims poppetje die kan het waarschijnlijk beter dan ik. Oké, en dit moet ik nu echt zo heel erg ernaast weer erin doen. Er doorheen. Haal ik die naald er hier weer uit. En dan trek ik dit strak of zo. Oké. En ik heb mijn eerste stipje. Yes. Oké. Nou, ik weet nu in ieder geval een beetje hoe het werkt. Maar ik moet dus echt helemaal dit volgen, zeg maar. Ik ben begonnen in het midden. En zo ga je dan door tot het af is. Nou ja, ik ga eerst gewoon zoveel mogelijk hiermee proberen te maken. En dan kijk ik wel hoe ver ik eindig. Ik dacht dus echt dat dit borduren, dat het best wel makkelijk te leren zou zijn. En dat het ook best wel, ik doe mijn vinger weer pijn. Dat het ook best wel snel zou kunnen gaan. Maar hier ben je dus blijkbaar echt gewoon dagen mee bezig. En nou, ik had dit nog nooit gedaan, dus het ging helemaal fout. Maar zo te zien kan ik het in de Sims wel al een stuk beter. Nou ja, ik heb wel al 3 keer mijn vinger geprikt, maar goed. Nou, ik heb hem af en de kwaliteit is matig. Dus een beetje jammer, maar ik heb mijn best gedaan. Oh, kijk, de lama is gaan slapen en de kippen zijn ook gaan slapen. Ja, het is inmiddels al 9 uur 's avonds hier in de Sims, dus die zijn lekker geslapen. Oh nee, hier heb je nog wel de haan en ook nog de mini haan is ook nog wakker. Maar omdat het in de avond is, wil ik eigenlijk nu wel eventjes in de hot tub gaan. Zo, we gaan gewoon lekker eventjes samen in de hot tub. Kijk eens aan, hij staat aan. Hartstikke lekker warm. Zo, kijk, we zitten er samen lekker in. Nou, dit is toch wel echt hartstikke lekker. Nou, we moeten wel eventjes een beetje kroelen hoor, want nu zitten we zo ver van elkaar vandaan. Dat is ook niet gezellig. Oh, ik ga hem onder water. Oh, zijn we niet super schattig in de hot tub zo? Nou, dit is toch romantisch. En hier heb je ook echt super mooi uitzicht over dit hele gebied hier. Moet je eens even kijken. Nou, dit is ook echt geweldig met die lampjes zo. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. We hebben alleen nog niet zo'n goede vriendschap en liefdesbalk in de Sims. Maar in het echt is dat wel wat beter. We gaan er eindelijk in. Oh, beneden is al koud. Nou, boven is heel warm. Het is alles tegelijkertijd. Ja, hij is nu aan de bovenkant echt super warm, maar beneden dus nog niet. Beneden is nog ijs. Nou, eindelijk zitten we erin. En het is lekker. Het is super mooi. Beetje sunset net geweest. Het is toch wel we lekker, zitten. Hè? Ja, het is wel lekker. Ja, en nu is het eigenlijk tijd voor het anders. Oh. Oeh, voor de bubbels. Er zit een lampie in de bubbels. Hij gaat niet. Oh, yay, op de Sims. Ik schrok met de... Proost op de Sims. Proost op jou. Proost op mij. Proost op iedereen. Nee, maar dit is wel echt heel cute. Ik denk dat we nu eventjes gaan slapen. En dat we dan in de ochtend nog eventjes de rest gaan verkennen. Nou, inmiddels zijn we weer wakker en is het ochtend. Wat ook nieuw is trouwens, je hebt nu ook van die stukjes aarde, zeg maar. En hier kan je dus zaadjes in planten uiteraard. En dan kan je dus zelf je eigen groenten en fruit verbouwen. En dan kan je daarmee weer dingen maken, zoals bijvoorbeeld die jam die je kan inblikken en zo. Tomatensaus, ik denk dat je dat soort dingen... Oh, we hebben nu ineens veel meer opties, joh. Nou ja, dat soort dingen kan je dus het allemaal maken. Met fruit en groenten uit je eigen tuin. Nou, dat is natuurlijk wel echt een superleuk idee. De lama is ook weer wakker. We hebben weer een nieuw schattig konijntje hier. Oh, hij is verdrietig en hij is vies. Oh, maar dat is echt helemaal niet leuk. Nee, dan ga ik hem eventjes wassen natuurlijk. De lama die wordt lekker gewassen. De haan is weer wakker. Nou, ik ga de lama eventjes de hok insturen. En de kippen en hanen ook. Want dan gaan we er eens eventjes verder op uit. En gaan we ook even het dorpje verkennen. Want er is ook een hele nieuwe wereld. Dit is Henford on Barkley en je hebt hier bijvoorbeeld een park en hier heb je, nou dit ziet er echt super schattig uit, Finchwick heet dit. Hier wonen ook mensen en dit, nou het ziet er zo leuk uit, dit hier een bar, het Witte Paard heet het. Dus uiteraard wil ik daar eventjes naartoe om te kijken hoe het daar is. Oh, hoe leuk! En ook die telefooncel echt. Oh, kijk dit. Oh my god, dit is zo schattig. Dit is echt alsof het uit een sprookjesfilm komt gewoon. Alsof je in Disneyland staat in het sprookjesgedeelte. Nou, hier wil ik heen. Ik wil hier naartoe op vakantie. Kan dat? Nee, maar het is echt super schattig. Je hebt hier ook een rivier zo te zien. En ja, dit is dus de bar Het Witte Paard waar ik net terecht ben gekomen. Oh, dat ziet er ook echt heel leuk uit. Super landelijk ook. Maar het ziet er ook echt gezellig uit en goed gevuld. Soms zijn de openbare ruimtes, vind ik ze nog wel wat
leeg of zo. Of hebben ze niet zoveel sfeer. Maar dit heeft echt super veel sfeer. Ik vind het echt heel... Oh, je hebt ook nog een tuin. Keukentje. Nou, ik vind het echt helemaal leuk. Maar ik wil eigenlijk eventjes hierheen. Oh, met wie zit ik nou weer te praten dan? Ted Roswell zit ik mee te praten. Oké, hier heb je ook kraampjes. En kan je kruidenier dingen kopen, voorwerpen kopen. Nou, dat wil ik natuurlijk wel even doen. Ah, kijk, hier kan je dus allemaal groenten en fruit zo kopen. Avocado, ananas, bakbanaan. Dat is wel allemaal heel tropisch. Ei, chocolademelk, een flesmelk, kaas. Nou, dat soort dingen kan je hier dus allemaal kopen om vervolgens dus bijvoorbeeld jam van te maken. Ik wilde eigenlijk wat doen. Wat had ik nou nodig voor die jam dan? Ook met vergeten. Ik denk dat ik met frambozen wel jam kan maken. Maar heb ik nog iets nodig voor die jam? Ja, wat maak ik? Ja, suiker heb je denk ik nodig voor jam. Volgens mij zit er ook meestal iets van zuur in of zo. Of citroen. Maar ik zie dat hier niet. Dus ik neem al gewoon frambozen en suiker mee. Dan hoop ik maar dat, dat ik daarmee mijn jam kan maken. En je hebt hier ook voorwerpen die je kan kopen voor tuinieren. Maar het is hier echt super leuk. Maar op de plek waar ik verbleef heb ik natuurlijk ook de buurt een beetje verkend. Ja, dit is dus een oude boerderij. Er zit ook een trampoline in. Dit zijn maïsvelden denk ik of zo. Yay! Ik ben weer vrij. Het dorp is echt al helemaal schattig. Ik wil ook al graag eventjes naar het Isle of Volpi Park. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitsprak. En die ligt in de buurt Bramblewood, waar we dus ook wonen. We wonen hier helemaal bovenop de berg. We gaan even naar het park. Oeh, wat leuk hier. Waarom is het hier zo in een rondje? Oh, er zit hier ook een slak in het midden. Selfie met Sophie nemen. Nou, dat gaan we dan maar eventjes doen. Ik denk dat Sophie een bijzondere slak is of zo. Gaan we ook echt letterlijk... Ja, we lopen letterlijk helemaal zo dat rondje. Ja, hoe komt dat dan? Heeft die slak dat zo gedaan? Yay! Oh, ik ga ook echt helemaal... Oh my god, kijk hoe leuk! Nou, de slak staat er niet echt goed op. Moet eigenlijk wat meer zo. Staat die slak er nog een beetje op? Nou, helemaal leuk. Ik heb een selfie met Sophie gemaakt. Hier kan je ook zitten. Oh, hier is een soort verlaten... Of nee, verlaten, gewoon een kapot... gebouw of zo. Ik heb geen idee wat dit was. En wat is dit dan? Cottage inspecteren. Oh, oké. Woont hier iets bijzonders of zo? Oh, ik zie hier ook één in het water. Kijk nou hoe leuk. Allemaal insecten, bijen, vlinders. Nou, ik vind het echt helemaal schattig. Maar wat is dit dan voor iets? Het zit ook helemaal half in de berg of zo. Volgens mij is dit ook niet een normale kavel waar je kan wonen. Ik kom er eindelijk aan hoor. Dat was heel erg ver lopen. Ik ben nog steeds onderweg, maar goed. Ik weet ook niet waar Myron is gebleven. Oh, die staat hier nog. Ja, je kan ook echt ver lopen. Je kan ook over deze boomstam heen. Oh, wat is dit? Naar zwermwilde vogels kijken. Oh, er zitten wilde vogels in. Het wordt steeds leuker, joh. Maar ik ben bij de cottage aangekomen, denk ik. Ja, ik ben er echt net. We gaan dit eens even inspecteren. Ik ben benieuwd wat voor bijzonders dit is. Misschien woont er wel een kabouter. Aan het chillen met mijn konijn- en vosvriendjes, maar niet tegelijkertijd. Gebruik mijn tuin zoals jij dat wil. De wezenhouder. Oké, camera op wezenhouder... Oh, dit is de wezenhouder. Michael Bellabel. Oké, dat is blijkbaar de wezenhouder. Nou, die is heel erg ver weg. Maar ik mag dus zijn hele tuin gebruiken als ik dat wil. Dat is wel aardig. Het is hier wel een heel dolf. Ik weet niet waar deze man heen gaat. Ik ben echt eventjes de weg kwijt van waar ik nou ook alweer ben. Oh, hier heb je ook nog een waterval. Oh, en dan hierboven heb je mijn huis. Oké, ja, nee, dan snap ik alweer een beetje waar ik ben. Even serieus, hoe mooi is het hier? Het is echt... niet normaal. Dit is echt een geweldige wereld. Het is een beetje een soort half fantasie, half realiteit. Want ja, het is natuurlijk wel zo, zoiets kan bestaan. Maar waar in de wereld heb je zo'n mooie plek die er zo netjes en fantasierijk uitziet? Ik zou het niet weten. Maar als jij zo'n plek als dit in het echt weet, laat me weten. Dan wil ik er heel graag naartoe. Oh, er zit ook iemand te zwemmen, joh. Dat kan blijkbaar ook gewoon. Wel leuk dat je gewoon zo in het... je kan hier gewoon zo in het open water zwemmen. Dat is wel echt heel erg leuk. Trouwens, ik zat even te kijken bij het inblikken. En ik kan nu inderdaad frambozenjam maken. Dus ik heb de goede ingrediënten meegenomen. Gewoon uit mijn hoofd gedaan. Dus dat vind ik ook wel bijzonder. Ik ga frambozenjam maken. Nou, wel benieuwd hoe ik dat ga doen. Ik neem aan dat ik het eerst nog ga maken in... een pan? Of ga ik het gewoon gelijk echt erin doen? Oh, ik ga het eerst allemaal snijden. Ja, en nu gaat het in de pan. Nou ja, dan gaat dadelijk de suiker erbij. En dan wordt het dus helemaal een dik mengsel. En dan wordt het natuurlijk jam. Zo, en dan gaat het in het potje. En nu heb ik gewoon mijn zelfgemaakte
jam. Nou, is dat even... Oh, ik zet het ook nog in de pan. Oh, wat is dat dan? Oké, ik wist niet dat dat ook nog moest. Ja, dan moet je niet je hand verbranden, Bo. Even voorzichtig. Oké, maar is nu dus echt super heet. Er zijn extra potten geplaatst in de inventaris van Bo. Oké, dat is fijn. Ik heb gewoon mijn eigen jam gemaakt. Kijk, ik heb er zelfs 3. Hoe leuk is dat? Gewoon mijn eigen jam. En wat ook wel leuk is, in het echt hadden we dus ook zelfgemaakte jam met fruit van het land. Goedemorgen, we hebben lekker geslapen in onze cottage. En nu hebben we ons ontbijt gekregen. In deze grote mand. Kijk nou hoe leuk. En dit is dus ook zelfgemaakte jam in zo'n schattig potje. Pindakaas, ik weet niet of die ook zelfgemaakt is, maar de jam in ieder geval wel. Met fruit ook echt van het land. En lekkere broodjes. Sappie. Hier zit hagelslag in. En hier zit volgens mij iets van yoghurt in. En ik heb nu echt al superveel dingen ontdekt in de Sims 4 Landelijk Leven. Maar natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die je kunt doen. En mocht je nou zelf ook het nieuwe uitbreidingspakket de Sims 4 Landelijk Leven willen uitproberen, dan kan dat natuurlijk. Hij is nu te koop. En als je hem wilt kopen of je wilt nog wat meer ontdekken van wat je allemaal kan doen met het pakket, klik dan even op het linkje in de beschrijving. Nou, dat was het leuke huisje weer. We hebben het al echt super chill gehad. Vond je het ook leuk? Super. Top. En dan was dit mijn Sims 4 Landelijk Leven video. En ik vond het zo leuk om te doen. En ik vond het ook zo leuk om in het echt in een cottage te slapen. En dan bedankt jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe Sims video. Bye bye!